Hallo, fijne dag mijn beste koetjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Civ 5 en welkom bij seizoen 1.p. Ik heb namelijk verschrikkelijk nieuws. En dat verschrikkelijke nieuws is niet dat ik nog leef, maar dat mijn kanaal ook niet opgehouden is, maar dat mijn oude laptop overleden is. Ik doe mijn oude laptop, want ik heb nu een nieuwe, een betere, een snellere, een allesvernietigende, betere laptop. Maar dat betekent dus dat we dus helemaal overnieuw moeten beginnen met deze game. Omdat, ja, al mijn save-files en zo dus op die laptop stonden. Die laptop die was zo van RIP. En daarom moeten we dus het hiermee doen. We gaan even goed lekker als een Nederlands spelen. We gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. Want eerlijk gezegd, het begin dat we toen deden, liep niet al te lekker. Dit is trouwens al de tweede opname die ik vandaag doe voor deze game. Omdat ik erachter kwam dat ik per ongeluk met mijn webcam aan het opnemen was. In plaats van met mijn koptelefoon, wat dus eigenlijk niet opschiet, want de audio was heel vaag. Het leek net alsof ik in een of andere windtunnel stond. Niet met de wind of zo erbij, dat niet, maar gewoon die weerklanken en zo. Het was niet fijn. Ik hoop dat het nu beter is. En deze microfoon is ook niet al te best, want hij werkt niet helemaal met Windows 10. Want dat heb ik nu ook blijkbaar. Ik vind er geen problemen mee, maar genoeg geluld. Laten we gewoon lekker beginnen met deze game. En daarom beginnen wij dus lekker als een Nederlanders weer. Dus let's go. Maar omdat het de vorige keer eigenlijk niet echt super ging, was omdat wij niet starten bij floodplains of marshes, wat je als Nederlanders wel moet doen. Want wat we hier zien staan, de polder, is super belangrijk voor je economie als Nederlanders. Daarvan kan je heel veel voedsel krijgen en heel veel centen. Dus daar moeten we dus lekker op focussen. En we beginnen zo te zien ergens bij, I don't know, we hebben hier wat grasland en we hebben hier wat bisons, wat cacao, wat forests, wat plains en zo. Het is niet een hele slechte plek. Ik bedoel, we hebben hier al twee luxury resources bij ons. No, ja, thank you, thank you. Al drie luxury resources trouwens. We hebben cacao en we hebben dice bij ons. Dus ik denk dat als ik hier mijn stad ga stichten, dat eigenlijk ook niet zo'n heel slecht punt is. Ik bedoel, we hebben grasland om ons heen, kunnen we veel boerderijtjes instichten. En dan zoeken we later ook wel een plekje waar we plains, of waar we voedsel kunnen maken. Of polders kunnen neerzetten, bedoel ik. Dus let's go, Found City. Amsterdam geboren. Niks verloren. Hartstikke idee. We gaan even wat ruïnes daarop zoeken. Misschien vinden we daar wat leuks mee. Want toen ik vandaag dus die eerder opname maakte, veranderen mijn warriors in speermannetjes. Omdat ik wat ze blijkbaar speren hadden gevonden hier zo en dacht van, weet je wat, speren zijn chill. Laten we die gewoon even oppakken. Let's go. We gaan even met de monument neer te knallen hier zo. We gaan even onderzoekje doen. En we beginnen met pottery. Want aan animal husbandry hebben we nog niet zo heel veel. Want we hebben trapping nodig als we die bisons willen gebruiken. En liggen toch niet binnen onze grenzen. Dus die kunnen we behoud al niet gebruiken. Dus dat is, ja, wel meer dan jammer eerlijk gezegd. Maar boeien, we gaan gewoon lekker verder. We gaan er lekker hard voor. Even wachten tot de beurt klaar is. Thank you, Ancient Ruins. Ja, ik weet het. Ik ga ze opzoeken en dan vinden wij oh, technology. Nice, gewoon gratis technology erbij. En mining nog wel. Waar we echt totaal niks aan hebben. Maar ja, misschien voor vervolgonderzoek is het misschien wel iets handiger. I don't know. Maar ja, we gaan eens dus eventjes mijn warriors op uitsturen. Ik ga denk ik gewoon automated explore doen. Of ik niet zo heel veel te doen. Hé, hey, we vinden hier marble en steen. Dus als we op een gegeven moment hier nog een stad willen gaan stichten mogelijk, is dat helemaal niet verkeerd. Want dan kunnen wij hier die marble en steen gebruiken. En dat is goed voor je productie. Marble is ook nog eens een luxury resource en we vinden nog meer dice. Wat ook super fijn is. En daar kunnen mensen hun haar mee verven. Ik denk paars of zo. Purper. We hebben Wellington gevonden. Oi mate, we found some Wellington here. Ik heb geen idee of Wellington iets Brits is, maar zo te horen klinkt het wel. En waar het ook ligt weet ik ook niet. Maar dit is een maritieme stad, dus dat betekent dat ze ons een voedselboost geven als we maten met hen worden. Ze worden makkelijk vriendjes met ons, dat is ook best wel chill. Laten we even bij Wellington gaan zeggen dat we maatjes met hen worden. En net zoals missies geven, hoeven we bijvoorbeeld niet iemand te plunderen of aan te vallen of weet ik veel wat. Dus dat is fijn, want we kunnen heel makkelijk maatjes met hen worden. Tenzij we geld erin moeten betalen of tenzij we over een land heen lopen terwijl we dat niet afgesproken hebben. Dat vinden ze meestal ook niet zo chill. Maar ja, we lopen het zometeen wel langs, denk ik, of niet? Ja, en zij is niet zo blij met ons. Dat kan je aan dat rode stuurwiel zien. Of eigenlijk wit op rood. Maar ja, jullie begrijpen wat ik bedoel, toch? Hè? Ja, toch zo'n beetje? Anders is het best wel dommig. Dan moet je maar weer terug naar school. Ik heb volgens mij een random map gepakt, eerlijk gezegd, toen we begonnen. Ook random staten. Dus ik ben benieuwd wat we tegen zullen komen. Hopelijk niet weer de Hunnen of de Mongolen, want die zijn niet zo vriendelijk, eerlijk gezegd. Hé, hey, nog meer cacao. Zo zie ik veel cacao er te vinden, niet normaal. Alleen maar beter. En we focussen op. Oké, dus als onze borders uitbreiden, dan krijgen we die cacao erbij. Dat is mooi. En dan hebben we dus al twee cacao. Dan kunnen we tenminste eentje verhandelen naar het buitenland. Terwijl we er zelf ook nog eentje houden, zodat we gelukkig worden. Maak gewoon super veel chocola. Dan blijft tenminste de chicks die ongesteld zijn, die worden wat rustiger ervan. Dat zie ik iedereen. Next turn. We blijven gewoon lekker rollen met dit beestje. Pottery erbij gekregen. Nice. Dan kunnen wij dus nu een granary bouwen.
En we vinden Ancient Ruins, dus Warriors gaan we even uitzoeken wat daar te vinden is. En we vinden alweer wat koeien. Wat dan een soort koeien, bisons. Maar ja, een soort Amerikaanse neefje van de koe. Maar dan anders, I guess. Wat gaan we dus eerst maken? We kunnen een worker maken of een scout. Ik denk dat ik gewoon met een scout doe. En dan dat we daarna later een Grenadier doen. Oh fuck it, ik gebruik mijn Wardeer al om te scouten. Dus we gaan meteen wel een Grenadier in kwakken. Zodat we beter voedselproductie hebben. Ook al hebben we daar tot helemaal, nu helemaal niks van. Maar dan krijgen we meer voedsel, kan mijn stad sneller groeien. Ik zag alleen maar voordelen erin. Dus even kijken, we kunnen ook een kalender onderzoeken, zodat we eigenlijk al deze vrij snel kunnen gebruiken. Of we kunnen voor de Temple of Artemis gaan door Archery, die ook niet verkeerd is. Wat zullen we eens doen? Dus de kalender doet nog 12 beurten. Dus ik ga toch denken voor kalender, want dan kunnen we echt heel snel die cacao gaan gebruiken. En dan krijgen we super veel centjes binnen, al redelijk snel. En ik als gierige Nederlander wil dat heel graag. Yo, Washington, hoe hangt die? Hij heeft helemaal niks voor mij te handelen ofzo. Nee, oké, tot ziens. Nee, niet veel dat we met hem kunnen doen. Ik gok dat Amerika daar ergens is, dan hier ergens boven. Dus ik ben benieuwd of ze vriendelijk zijn of vijandig. Gelukkig hebben we geen olie, dus ze laten ons nog eventjes 2000 jaar met rust. Dus dat is wel redelijk oké. Toch wel, ja. We gaan gewoon even proberen matjes met hem worden. Probeer ik bij de meeste mensen, tenzij ze eikels zijn. Want weet je, ik probeer zoveel mogelijk te handelen met mensen. Want anders zijn ze zo gemeen tegen mij. Kijk, Amsterdam die is nu met eentje gegroeid volgens mij. Omdat we dus die citizens gevonden hebben in de ruïne. En dat is chill, want hier is meer cacao te vinden. Zoveel ziek van cacao, dat is niet grappig meer. Ik denk hier trouwens mijn tweede stad sticht, want ik zie hier heel veel marsjes. En dat is goed, want dan kunnen we daar dus onze... neerzetten. Fuck, onze polders. Ik kwam even niet tot de naam, het heet een polder. Ja, yeah, that's it. Next. Oké, we hebben een bandietenkampje gevonden, die gaan we een beetje aanvallen. Dan krijgen we lekker XP van en dergelijke. Zoals niet verkeerd. En een bandietenmaatjes komen terug. Ik weet niet, doen we nou met damage op hun? Nee, ja. We doen wel damage op hun, maar aangezien ze nog maatjes naast zich hebben, krijgen ze ook eens een flanking bonus. Dus dat willen we niet hebben. Dan willen ze beter van achteraan vallen. Dat doet veel meer damage dan dat. Oké. Ik denk als we Rotterdam gaan stichten, dan gaan we dat hier neerzetten, bovenop deze heuvel. Want hier hebben we nog meer show of hier. Ik denk trouwens hier zo. Dan hebben we ook meteen aan de zee iets. En daarnaast hebben we nog cacao, twee cacao, nog heel wat koeien om ons. En heel wat polders. Dus het is niet verkeerd. Tenzij Amerika met een dikke bakkers besluit daar te gaan wonen. Wat ik niet hebben moet. Dan neem ik een land over. Fuck hun. Of we moeten dan met een onderhandel of zo. Betalen we hun iets van 2000 goud. En krijgen we een stad. Volgens mij werkt dat niet in deze game. Maar ja, het valt te proberen. Adopt policy. Wij gaan voor liberty. Want dan krijgen we de snelle cultuur van. En we krijgen als we 30 cultuur hebben. Wat is over ongeveer. Uitrekenen. 28 gedeeld door 4. Nou, minder dan 10 beurten in ieder geval, dat krijgen we. Wow. Ik denk net alsof ik niet de basisschool heb afgemaakt. Maar het is vakantie, ik heb geen zin om te denken. Ik ben lekker aan het opnemen. Daar doen we het voor. Goed, Amsterdam, de wiethoofdstad van de wereld, is al lekker aan het groeien zo te zien. Die bandieten boeit het niet zo erg dat we een aanvallen blijkbaar. En ze staan in moeras, wat ze niet echt heel handig doen, want dan krijgen ze meer damage. Ze hebben min 15 strength. 5-5. Nou, misschien wel vanuit de heuvels aanvallen misschien, I don't know. In ieder geval, we doen meer damage. Punt. Dat is chill. Punt. Goed. En ze wachten tot we zometeen een worker krijgen. Of dat we... Oh, kijk, ze hebben promotie gemaakt. Wat is het beste om te doen? Ik denk dat we beter drill kunnen doen. Want dan doen ze meer damage op ruig terrein. En dan doen we meer damage als we vanuit die bossen aanvallen. Maar het is ook kut, want ze zitten bovenop een heuvel. Dus dat doet ook veel meer damage. God damn. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. We gaan zitten even mannetjes healen voordat we een aanval in gaan zetten. Dus we laten ze even hier op dit kuststukje. Laten we ze healen. En dan vervolgens gaan we dat bandietkampje aanvallen. Wat we zorgen dat we, denk ik, goud krijgen of zo. We krijgen er überhaupt goud voor. Misschien citizens. Misschien dat de Amerikanen hun citizens kwijt zijn geraakt erin. Dat zie je niet trouwens. Anders stond er wel zo'n vlagje boven van dat het settlers waren. Dus het zal wel niet. Het zal waarschijnlijk ook niet, nee. Goed. Next turn. Hoppakee. En wachten tot deze mandjes geheeld zijn. Dat is eigenlijk nu een beetje het credo. En dan gaan we attacken. Het is ook weer jammer dat ze fortified zijn. Want trouwens altijd zijn die barbarian bloeds in hun kampjes. Dus het wordt een moeilijke slag om dat kamp te overwinnen. Maar ja, wij zullen zegen vieren. Want ik ben een Hollander en ik geef niet op. Voordat de winst voor mij is. Continue. Oké, nice. Wij hebben dus de kalender nu ontdekt. En dan kunnen wij dus... Oh kijk, we hebben ze allebei al. Zit er ook wel wat citizens op al? Ja, kijk eens aan. We krijgen er en voedsel en productie en goud uit. Dus ik ben dik tevreden. Dat doen we graag. En dan gaan we nu voor die dice. Ik weet niet wat dat oplevert. Dat levert 1 voedsel, 1 productie en 2 goud. Oké. Dice zijn dus blijkbaar waardevoller dan cacao. Maar als we dan volgens een plantage daarop pleuren, volgens mij, dan gaat of die productie weg of het voedsel. Maar het goud wordt in ieder geval verbeterd. Of verbetert alleen het goud en laat die andere dingen ook zitten. Dus hey, I ain't even mad.
Eens even kijken, dan gaan we nu voor Animal Husbandry, denk ik, of niet? Is dat handig om te doen? Dat leidt tot waar? Dat leidt tot trapping and the wheel. Oh, dan kunnen we zo meteen misschien die bisons trappen als we daar op een gegeven moment ver genoeg naartoe gaan. Of we kunnen voor Archery gaan, waardoor we Temple of Artemis kunnen neerzetten. Waardoor onze steden sneller groeien. Dus dan focus ik daar maar lekker op. Als onze stad sneller groeit, hebben we meer Nederlanders en dan kunnen we eerder de wereld overnemen. Yes! Oké, okay, choose production. Amsterdam, wat gaan we daar bouwen? Oh, worker. Oh ja, maar we hebben trouwens genoeg om überhaupt gratis work te krijgen, dus dat doen we niet. We gaan lekker voor Stonehenge kunnen we doen? Nee, fuck die shit. Dan ga ik gewoon lekker voor een nieuwe scout. Hoppakee. Accept that policy. Citizenship. Kijk, dan hebben we een worker erbij. Thanks. Let's go. Gaan we hier een plantage bouwen. En hier ook. Gewoon twee plantages en dan hier een boerderij. Fiets in die richting. En dan zometeen nog een plantage bovenop die daai neerzetten. En dan rolt het geld gewoon al lekker binnen. Ik als Nederlander hou van centjes. Ja, tuurlijk, Washington, mijn homie. Ik geef je wel een leuke ambassade hier in Nederland. Ik kan jammer genoeg nog geen ambassade bij jou neerzetten. Want ik weet toch niet hoe ik moet schrijven. Nou, had je het ook kunnen leren, maar je bent een eikel. Dus dat doe je niet. Oké, okay. Next turn. Hoppakee. Waarom duurt het zo lang voor die workers om daar naartoe te komen? Het duurt echt twee beurten. En dat is ongeveer iets van 40 jaar om daar naartoe te wandelen. What the shit. Oké, okay, eens even kijken. We gaan even deze bedientjes in elkaar mappen. Het wordt pas volgende beurt, jammer genoeg. Ah, het gaat, de productie gaat eraf. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, het zij zo. Krijgen we wel meer voedsel erbij of zo, toch? Dacht ik. Ik weet niet. Oh ja, want je hakt het woud om meer ruimte te maken voor die plantaties. Daarom. Daarom gaat dus die productie weg. Want normaal kreeg je uit bossen, kreeg productie. Maar nu niet, want we halen het weg. Oh, vlucht maar. Plezier. Oh, dan hebben we meer social policies dan wij. Hoe kan dat nou weer? Ah, misschien heeft wel een shrine neergezet of zo. Ik weet het niet. Minor victory. Natuurlijk. Woep woep. Gelukkig krijgen ze geen flanking bonus dat hun maatjes boven op die heuvel staan. Dat is mooi meegenomen. Oké, okay, die blijft nog lekker zijn boompjes omhakken. En dan gaan wij lekker verder. En onze scout is er ook bijna. Nice, nice, nice. Jij gaat ook even scouten. Explore, automated. Niet military to defend. Ja, ik weet het. Maar momenteel zijn er nog even vijanden of bandieten in de buurt die Amsterdam bedreigen. Of dit is een soort subtiele hint van de game. Van, hey, misschien moet je even soldaatjes terugtrekken. Anders is Amsterdam zometeen van de Belgen. Oh lord, dat moeten we niet hebben. Ik vind het jammer dat de Belgen niet in deze game zitten. Anders had ik altijd gewoon een slachtoffer om te overwinnen. Maar dat is het geval dus niet zo. Oké. Okay. Ik wil dan mijn nieuwe settler doen. Dan ga ik die denk ik hier neerzetten. Ze zitten wel in de buurt van Wellington. Maar dan hebben we daartegen wel die Dice. Alhoewel ik denk dat hun gefocust op die Dice Wellington. En dan gaan we gewoon hier de stad stichten inderdaad. Nou, het is een beetje die bandieten uit de weg ruimen. Dan pas de stad stichten. Maar als we dat gewoon snel doen. Zou het fijn zijn. Gaan we hier dus. Zoals ik al zei. Hier Rotterdam stichten. Ligt een beetje ver bij Amsterdam uit de buurt. Maar ach, het zij zo. Hé, hey, we hebben wel 20 productie erbij gekregen, omdat we dat bos verwijderd hebben. Maar dat is maar eenmalig. Maar dan krijgen we de snellere snelle settlers erbij. Dus I ain't even mad. Hoppakee, die man die ook dood. Ze is nu weer level omhoog. Nee, jammer. Wel, aan de volgende beurt zijn ze een extra level erbij. En dan heb ik dan gewoon drill 2 doen, want dat betekent dat ze dus nog meer damage doen als ze vanuit bossen en heuvels vechten. Dus dat is echt helemaal niet verkeerd, want dat is het terrein waar we dus nu die bandietenkamp uit willen verwijderen. Dat is not bad. Hey, deer. Nice. Als we daar ook binnenkort bij toekomen, dan kunnen we daar dus ook eventjes een trapping neerzetten. Waardoor wij volgens mij goede shit krijgen. Weet niet welke, maar oh ja, trap of animal husbandry. Leidt het tot trapping of niet? Ja, wel tot trapping. En daardoor kunnen wij een circus maken. Oh, dan heb je paarden of ivoor voor nodig. En dat hebben we allebei niet. Maar in ieder geval, dat zorgt wel voor voedsel. Tenminste, het is iets positiefs als we daar een hunter's camp neerzetten. En dat willen wij graag. Hey Monaco, waar zitten jullie? Jullie zijn cultured and friendly, dus ik wil eigenlijk heel veel mijn matties maken, want dan krijgen we extra cultuur van hun. Let's do that. Oké. Okay. We kunnen ze ook insta-healen, maar dan heb ik liever dat ze gewoon drill 2 doen. Want dan doen ze nog meer damage volgens mij op het rijgterrein. Plus 15. In totaal is plus 30 volgens mij, telt dat. Als we vanuit het rijgterrein onze vijanden aanvallen. Ga je gewoon wazen daar voor Monaco. Monaco, wij worden gewoon matties. Special protect, ja, had ziek idee. De eerste stap is gezet, zodat wij matties worden. Next turn. Let's go. Ik heb trouwens echt werkelijk waar geen idee. Ja, hoe lang de aflevering wil duren, maar we zitten op 14 minuten. Ik had per ongeluk mijn game over mijn opname heen gezet. Is niet handig. Is technisch niet handig. Hé, hey, nog meer cacao. Holy shit, zoveel cacao. We worden gewoon een cacao monopolie. Dan komen alle andere staten bij ons op hun knieën smekelen van... Oh, wij willen hagelslag, alstublieft. Daarvoor hebben we trouwens zoveel cacao nodig voor onze hagelslag. Anders is het één groot fiasco en komt het volk in opstand. Moeten wij niet hebben. Maar we goed Amsterdam niet meer trouwens. Omdat we te weinig voedsel hebben zeker. Ja, het is gestagneerd. Hebba. Hey, Genoa. Find on map. Die produceerde katoen en porselein. En ze zijn vijandig. Oeh, dat is jammer. Nou, dat betekent dus niet dat we niet snel matties met hen kunnen worden.
Ach ja, het zij zo. Dat gebeurt dan maar, I guess. Next turn, let's go. Straks mannetjes bij. Declaration of Friendship. Ja hoor, Washington. Jongen, is goed, jongen. Ik weet niet eens waar je woont. Maar toch wil ik matties met je worden. Oh shit, Barbarian encampment discovered. Waar zitten hun dan? Oh nee, mijn workers. Nee, ze gaan voor workers. Nee, bandits, please, no. Why do this, bandit? Oh, gelukkig is de plantatie al gebouwd. Dus deze kunnen we gewoon lekker terug laten trekken naar Amsterdam. Want dan gaan ze, of ze gaan mijn plantage plunderen, of ze gaan Amsterdam aanvallen. Eén van de twee. Maar ik stuur mijn warriors zo weer terug om ervoor te zorgen dat dit niet fout gaat. Maar in ieder geval, Amsterdam kan nu ook schieten op die bandieten. Dus dat is op zich ook wel nice. Woep. Wat kon ik bouwen volgens game? Ik weet niet. Hé, we hebben paarden ontdekt. Maar waar zijn die paardenbeesten dan? Hier zo. Nee, het zijn bisons. Nog meer bisons. En meer vee. En daar zijn paarden. We hebben niet echt paarden bij ons in de buurt, of wel? Hier ook. Maar ja, dat is niet bij ons in de buurt. Hebba. Hebba. Dat moeten we niet hebben. Goed, wat gaan we dus nu onderzoeken dan? Trapping of the wheel? Ah, the wheel sounds super nice. Want het zit natuurlijk met Amsterdam naast de rivier. Waardoor we dus meer voedsel krijgen. En ook meer productie. Het kost maar 2 gold. Ja, dus dat kunnen we makkelijk produceren. Oké. Okay, zo te zien zijn ze nog niet van plan. Doe nothing even tijdelijk. Om mijn plantage te plunderen. Want anders hadden ze dat al gedaan. Volgens mij, ja, dacht ik dus al. Ze hebben het al wel gedaan. De bastards. Beetje mijn plantage vernielen. Eet pijlen. Sletjes. Ja, nou, vroeger hadden we niet die andere gekozen. Want nu doen we dus niet die extra damage tegen die bandieten. Maar ja, ze vallen wel onze plantage aan. Oh nee, onze chocola. Nu is er een duidelijk haagslagtekort. Wat durven ze? Ja, deze kunnen nog eventjes niks doen. Want ik wil als eerst zeker weten dat die bandieten dood zijn. Anders nemen ze mijn workers en nemen ze mee terug naar hun kamp. Ah nee, ze gaat toch niet meer, hoe heet het, uitschakelen, hè? Want dat zou ik best wel leuk vinden. Maar hun vallen over een rivier aan, dus dat is ook niet echt goed voor hun. Ja, gaat het lekker? Ja, zo te zien wel. Oh, kijk, kunnen ze nu afmaken. Eet pijlen. Woep! Ah, wat ziek idee. Wat dom, de bandits vallen me aan en shit. Snel terugtrekken. Dan gaan we waarschijnlijk nu mijn mannetjes aanvallen. Of het duurt één beurt voor hun voordat ze die rivier over zijn. Volgens mij wel. Maar ja, we gaan zitten even mijn mannetjes proberen te healen. En jullie kunnen ondertussen wel te beginnen met die plantatie daar zo. Ik denk dat het helemaal geen slecht idee is. Werkt zo'n rol nog helemaal niemand op. Maar ja, het zijn zo eventjes. Oké. Wellington seeks America. Maar ik heb America al gevonden. Ah oh, nee, ik heb America nog niet gevonden. Waar ook. En zoals ik al zei, ik gok dat ze hier zitten. Dus ik stuur mijn scouts wel eventjes op af. America. Of scouts. Ga even America zoeken. Dat is een idee. Next turn. Oké, die gaan lekker in die stad staan. Gaan ze even healen. En als ze weer volgeheeld zijn, dan gaan we die bandieten weer eens aanvallen proberen, I guess. Zodat we hier Rotterdam kunnen stichten. En Monaco wil juwelen, maar die hebben we jammer genoeg niet. Want we zijn eens een keer de taters. Dus dat doen we niet. Malakka. Malakka, Malakka. Ze zijn ook mercantile, maar die zijn ook niet zo vriendelijk. Ik ben ook niet van plan om hun te verdedigen. Nog niet althans. Misschien later. Nu denk ik zelf, laat me zitten. De Amerikanen hebben trouwens als Spearman. Ik denk dat ze die dus in een ruïne gevonden hebben. Ja, ik weet, one unit per taal. Ja, ik zei, dat is echt de ideale locatie om een stad te stichten. Maar ik dacht dat ik zeg meer hier. Maar ja, zoals we even die bandieten daar moeten laten verdwijnen, anders hebben we een probleem. Dus even kijken. We gaan even een archer creëren. Die kan Amsterdam verdedigen. En die kunnen we helpen met onze aanval. Even kijken. We kunnen dus een nieuwe policy doen. Voor een betere productie in cities with constructing buildings. Oh, deze is chill. Dan krijgen we dus snelle gebouwen. En we hebben sowieso een plus 1 productie in onze steden. Nice. Nu hebben we 3 productie er al. Not bad. Zo kunnen we veel sneller gebouwen bouwen en units en zo. Dus dat is niet verkeerd. Goed, settlers. Jullie hoeven niet echt wat te doen. We moeten vooral wachten tot die bandits geheeld zijn. Of die bandits, die warriors geheeld zijn. Dat we die kunnen gebruiken. Ja, jullie kunnen ook nog niks doen. Je kunt niet over berg heen zo te zien. Dat kun je behalve niet met units. Oh shit, daar komen er helemaal niet aan. Oh shit, what up? Team. Die zijn dus bezig plantatie daar te bouwen voor de dice. En dat is nice. Want geef me al die dice, meis. Want je bent super nice, meis. Woe. Ik wil ook mijn rapcarrière beginnen, denk ik. Nee, grapje. Ik ben verschrikkelijk. Eindig mijn leven. Thank you. Yes. Wat zijn de range op van deze mannetjes? Oké, ik denk als ik ze hier naartoe stuur, dat is dan één movement. En dan zouden ze ook nog kunnen attacken, volgens mij. Dus, schiet even pijlen op die pikkies, wil je? Of, ah, net niet. Misschien dat ze op een heuvel staan. Ik denk vooral omdat ze op een heuvel staan. Dat is vervelend. Ja, dus we gewoon even wachten tot deze geheeld zijn in Amsterdam. En dan kunnen we wel verder gaan. Helm of Artemis, die wou ik echt doen. Want dan krijg ik veel sneller nieuwe mannetjes in mijn steden. Oké, jullie staan maar even op alert. Thank you. En jullie gaan eventjes weggevlucht van die bandieten. Want die zijn gemeen. Die zeggen dat jullie stinken en zo. En ze zeggen dat jullie de moeder tikken. Of ze tikken jullie de moeder, dat wou ik zeggen. Oh no! Why you do this, bandits? Ik noem ze als bandieten, maar dat zijn helemaal geen bandieten. Het zijn barbaren. Ze willen geen cultuur kennen. En dan zeg ik tegen hun, fuck jullie. Vlucht, vlucht naar wat dat ook mag zijn.
Oké, mijn woorden zijn er weer klaar voor om te knokken. Maar laat ze even een pijltje op schieten. Kunnen ze nu wel? Ja, nu zijn ze in range. Kom maar op. En dan zijn we ook nog eens gearresteerd door de Amerikanen, zo te zien. Dus dat is fijn. Hoppakee. Stijf er net heen, lelijkerts. Zo goed XP trouwens voor onze boogmannetjes. En waarom zetten we die tempel van Artemis zo ver buiten Amsterdam? Normaal staat die echt hier zo, maar nu besluiten ze. Nee, zet hem daar wel neer. Dat is een prachtige plek. Ver, ver buiten Amsterdam. We moeten een heel stuk lopen door onveilig landschap met allemaal wolven en bandieten. Ja, dat komt vast goed, joh. Ik ga die bandieten nu mijn warriors aanvallen of zo. En nee, in plaats daarvan doen ze dat. Gaan ze niet op mijn plantage staan. Dat wil zeggen, dat is wel op mijn plantage, maar dat is niet het geval. Oh shit, zo te zien gaan ze proberen nu mijn workers hier zo te grijpen. En dat heb ik liever niet. Misschien zit er even pijltjes in een sterf. Woep! Oké, ik wou het zeggen, dat deed echt totaal geen damage, maar gelukkig wel. Oké, ga weg, spuis. Ja, die hebben we makkelijk. Misschien slaan ze nog twee of drie mannetjes van me dood. Maar nu zijn ze zelf ook finito. Oké, settlers. Ja, jullie kunnen nog steeds hier blijven, by the way. Doe maar eventjes niks. Oké, wat gaan we nu doen? Ja, trapping is misschien wel handig voor die herten die mogelijk binnenkort van ons zijn. Dus laten we dat maar onderzoeken. Wat ik ook ga onderzoeken, het einde van deze video. Dus ik wil jullie graag bedanken voor deze video van Ziv5. Laat een duimpje en een reactie achter en abonneer op Kaojuice als je dit een leuke aflevering vond. Dus, ik zie jullie de volgende keer weer en zeg daarom hier, blijf vloeien mijn beste koetjes, blijf vloeien.